Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag zit ik in mijn bad, ten eerste. Ik zit net in het bad en ik dacht ik ga gewoon een paar dingen vragen beantwoorden, want ik heb aan jullie op Instagram gevraagd voor vragen voor een Q&A over angststoornis, paniekaanvallen, depressie en zo. Jullie weten denk ik dat dit onderwerp mij wel nauw aan het hart ligt, omdat ik zelf een angststoornis heb. Ik heb emetofobie. Emetofobie is een angst voor overgeven. Maar ik heb geen angst voor anderen die overgeven, maar ik heb schrik als ik zelf moet overgeven ergens waar veel mensen zijn. En dat gebeurt eigenlijk nooit, dat zit gewoon in mijn hoofd. Maar ja, ik ben daar bang voor. Het is een heel raar gegeven. Het is dus een angststoornis wat hier zit tussen de twee oren. En waar spijt genoeg niet heel veel aan te doen is buiten therapie. En zo, ik volg therapie, ik neem medicatie, maar als jullie meer hierover willen weten, dan link ik hieronder in de beschrijving de video's waar ik uitleg geef over mijn angststoornis, hoe ik dat ontdekt heb en al die dingen. Vandaag ga ik dus jullie vragen beantwoorden. Ik hoop dat jullie het niet raar vinden dat ik in bad zit. Dat is eigenlijk wel een raar idee. Maar oké. De eerste vraag is, krijg je meer aanvallen als je alleen bent? Voor mij persoonlijk ja. Ik krijg veel meer aanvallen als ik alleen ben of als ik in het bijzijn ben van mensen die ik niet goed ken. Of mensen waar ik me niet heel mee op mijn gemak voel. Dat is misschien gek. Stel, ik ga met Celine weg, dan zal de kans dat ik een aanval krijg veel minder zijn dan dat ik... dan zal de kans dat ik een aanval krijg dus veel minder zijn als ik bij Celine ben. Omdat ik Celine echt vertrouw, omdat ik ook weet dat als ik een aanval krijg, dat Celine mij direct zal helpen en ja, zal steunen en dat ik geen schrik moet hebben. Want bij Celine voel ik me ook op mijn gemak en die ken ik heel goed. Hetzelfde bij mijn ouders, maar ja, als ik alleen ben, bijvoorbeeld ik ga alleen naar de winkel en ik moet aanschuiven aan de kassa, dan voel ik mij al redelijk angstig en dan denk ik al, oh, hopelijk duurt dat niet te lang en ja, daar heb ik moeite mee. Zeker nu ook dat ik geen relatie heb, dat is moeilijker, omdat uw partner u ook wel kan steunen en dat deel mis ik wel. Iemand vraagt, hoe raak je van je paniekaanvallen af? Ik denk niet dat er één oplossing is voor iedereen om er vanaf te geraken. Ja, wat ik doe is therapie. Daardoor heb ik ook heel veel dingen beseft. En ja, ik neem medicatie daarvoor. Hoe word je terug rustig als je een paniekaanval krijgt in het openbaar? Wel, als ik een paniekaanval krijg in het openbaar en ik voel hem net opkomen, dan probeer ik gewoon tegen mezelf te zeggen rustig. Het is niks. Dat is gewoon een gedachte. Je jaagt je gewoon op, maar er is niks aan de hand. En dan let ik vooral op mijn adem, dat ik via mijn buik, in mijn middenrif adem en niet via mijn longen. Dat doe ik dan heel veel. Ik probeer ook te tellen. Ik adem dan bijvoorbeeld 3 tellen in of zo via mijn buik en 5 tellen uit. En met dat ik met dat tellen bezig ben, ben ik minder bezig met mijn angst. Dus dat helpt mij persoonlijk. Wat mij het hardste helpt als ik me paniekerig voel, is met iemand praten. Maar dan moet je natuurlijk niet alleen zijn. Bijvoorbeeld, stel ik ben in de winkel met mijn ouders of zo en ik voel dat ik paniekerig ga, of ik een paniekaanval ga krijgen, dan praat ik met mijn ouders en dan zeg ik ook vaak van ik voel me niet zo goed, praat tegen mij. En dan praat ik gewoon, hoe was uw dag? Gewoon random small talk, maar dat helpt mij wel heel hard. Denk je niet dat alle Red Bull die je drinkt een negatief effect heeft op je angst? Goede vraag.
Ik denk van wel, want ik merk als ik Red Bull drink dat ik iets meer opgelaten ben, meer, ja, meer energie, meer opgejaagd. En ik denk dat dat minder goed is voor angsten die ik heb. Dus dat is niet goed. En ik merk ook als ik een paar dagen geen Red Bull drink dat ik hoofdpijn krijg. Dus dat is een teken dat het een soort van verslaving is, denk ik. Dat je daarvan een beetje moet afkijken van die cafeïne of suikers. Want voor de rest drink ik ook nooit cafeïne. Dus ik probeer daarop te letten. Maar soms is het gewoon sterker dan mezelf om Red Bull te halen. En I know it's bad. Maar ik zou sowieso, als je angst hebt, geen koffie drinken, geen cola drinken, geen Red Bull drinken. Niks met cafeïne. En vooral veel water, thee, kamillethee of zo. Wat u frustreren maakt. Neem je medicatie voor emetofobie? Welke medicatie is het? Ja, ik neem medicatie. Ik neem een antidepressiva. Wat ook helpt voor angststoornissen. Gewoon voor het, ja, het brain in het algemeen eigenlijk een beetje. Ik zeg liever niet welke, want ik wil niet dat jullie naar de dokter gaan en zeggen ah, ik heb deze medicatie nodig, want ik heb emetofobie. Want er zijn verschillende soorten antidepressiva, verschillende soorten medicatie. En ik denk dat dat van persoon tot persoon afhangt. Ik zou ook zeker medicatie goed overwegen voor je eraan begint en goed over... Muffin zit hier naast het bad, ik dacht al, wat hoor ik? Maar goed over nadenken, want dat is weer een stap verder. Probeer eerst therapie, ga naar een psycholoog, ga naar een psychiater. Praat ook gewoon met uw dokter, want mijn dokter heeft mij ook wel goed geholpen met ademoefeningen en van die dingen. En ik zou pas als laatste stap echt medicatie zien. Daarmee samenhangend krijg ik de vraag, wat zijn de bijwerkingen van antidepressiva? Moet het ook beginnen nemen voor paniek? Ik neem ondertussen bijna vier of vijf jaar, nu in december, een van de twee, neem ik antidepressiva. Ik heb een hele lage dosis. Ja, het is niet veel, het is de laagste dosis die er is. Dus allee, dat is wel goed. Maar ik voel dat zeker. Het eerste jaar dat ik antidepressiva nam, ben ik vooral bijgekomen. Voor mij geen probleem, want ik woog 49 kilo altijd. Ik ben altijd mager geweest. Maar sinds dat ik antidepressiva nam, ben ik dan ineens naar bijna 60 kilo gegaan. Ondertussen weeg ik nog altijd zoiets. 59, 60, misschien iets meer. Ik heb geen weegschaal. Dus dat was zeker een van de bijwerkingen in het begin. Je moet ook beseffen, als je angst hebt en je neemt antidepressiva, dat dat eerst echt heel de tijd moet inwerken. En dat je je wellicht slechter gaat voelen. Ik heb mij de eerste 2 maanden toch wel, denk ik, echt slecht gevoeld. We zijn natuurlijk rustig beginnen opbouwen met antidepressiva, maar ik voelde mij slechter. Mijn angsten waren feller. En alles was zoveel moeilijker. Daarna gaat dat wel veel beter natuurlijk. Want je krijgt, ik denk, serotonine meer in je hoofd. Waardoor je gelukkiger gaat worden. Ik word vooral kalmer van antidepressiva. Gelukkiger. Ik was gelukkig. Ik was niet depressief. Oké, die angststoornis, ja, vond ik heel erg. En dat ver... Ja, ver, hoe zeg ik dat, verknoeide een beetje mijn leven. Nee, maar dat was gewoon erg deel in mijn leven. Maar het is niet dat ik depressief was. Ik probeerde altijd overal nog het beste van te maken. Dus ik ben nog altijd happy en ik probeer nog altijd overal het beste van te maken. Ook al is dat niet elke dag zo. Maar wat voor mij persoonlijk de grootste bijwerking is van antidepressiva. Maar dat is ook weer echt persoonlijk, van persoon tot persoon. Ik denk dat iedereen echt wel andere dingen daarvan ervaart. Maar de grootste bijwerking voor mij is dat ik minder gevoel heb. Zal ik zeggen, minder gevoelens. Niet gevoel fysiek. Maar emotioneel. Dus als er iets heel, heel leuk te doen is, ik ben heel blij, maar misschien minder. Ook stel,
verliefdheid bijvoorbeeld. Ik denk dat ik dat veel minder snel voel door de antidepressiva. En mijn gevoel is eigenlijk redelijk zo. En dan merk ik veel, zeker de laatste tijd, ook stel er gebeurt iets heel slecht. Heel erg veel kan me dan al niet schelen. En het is niet dat ik dat niet erg vind, helemaal niet verre van. Maar dat ligt gewoon aan antidepressiva, omdat dat mijn gevoel eigenlijk een beetje onderdrukt. Zowel blij, zowel verdrietig, dat onderdrukt mijn gevoelens gewoon voor een heel groot deel. Daarom ben ik momenteel ook bezig met mijn antidepressiva een beetje bij beetje af te bouwen en te minderen. Ik ga zien als ik helemaal ga stoppen of gewoon nog iets ga minderen dan dat ik nu al doe, want ik neem al vrij weinig zoals ik zei. Maar toch gaan we kijken, samen met de dokter natuurlijk, als we kunnen... Oh, Melky, oh, die springt hier bijna bij mij in bad. Dus met de dokter ben ik aan het kijken. Ik ben nu al een heel pilletje, een half pilletje, een heel pilletje, een half pilletje. En binnen een paar maanden gaan we er een half. Je mocht antidepressiva nooit zomaar ineens afbouwen, want dan gaat je ineens heel slecht voelen. Maar dus denk daar ook weer heel goed over na. Lees dingen, vraag vooral dingen aan uw dokter bij mij. Ik ben er ook mee begonnen. In samenspraak van mijn dokter en mijn therapeut en mijn homeopaat. Dus drie mensen die hebben gezegd, oké, dit is wat je moet doen. Dus echt bevraag u te goed. Oké, de laatste vraag die ik even in bod ga beantwoorden, want dan ga ik even serie kijken daar op mijn laptop. Ik vind dat je heel zelfzeker lijkt. Hoe doe je dat? Het heeft misschien niet per se iets te maken met mijn paniekaanvallen of zo. Ja, onrechtstreeks wel, want ik ben zeker niet zelfzeker. Ik doe mijn best om zelfzeker te zijn. Ik weet wie ik ben. Ik weet waarvoor ik sta. Ik weet mijn positieve kanten, mijn negatieve kanten. Ik kan veel shit verdragen, zal ik zeggen. Allee, veel stomme dingen worden gezegd. Dat is natuurlijk ook met mijn job. Van het hele social media gebeuren, maar ik kan best veel verdragen. Ik heb een dikke huid. En door de jaren heen weet ik gewoon heel goed wie dat ik ben. Wat mijn zwaktes zijn ook. En laat ik me niet heel snel meer doen. Maar ik ben zeker niet heel zelfzeker. Ik ben ook heel vaak heel onzeker over bepaalde dingen. Waaronder mijn angst natuurlijk één is. Ja, ik ben vrijgezel. En... het maakt het moeilijk om angsten te hebben. Want iemand nieuw leren kennen en alleen vind ik heel moeilijk. Dat vraagt heel veel van mij. En dat is niet iets wat ik zomaar zou doen. Omdat die persoon meestal niet weet dat ik mij slecht kan voelen. Of angstig kan worden of in paniek kan geraken. En dat is ook niet iets wat je zomaar op de eerste date zegt. Van, hey, hallo, ik ben Talisa. Ja, ik heb paniekaanvallen. Als ik me zelfs niet goed voel, dan ga ik misschien naar buiten moeten lopen. Omdat ik denk dat ik moet overgeven, maar ik moet niet overgeven. En alleen zo'n dingen zeg je niet direct. Dat houd je natuurlijk voor je eigen. En dat maakt het wel moeilijk. Want ik ben niet heel snel op mijn gemak bij iemand. En ja, dat is gewoon soms... kak, en dat is iets wat mij momenteel heel onzeker maakt. Maar ik heb zeker nog andere dingen die mij onzeker maken. Zoals mijn huid, mijn navel, heb ik ook al vaak gezegd. Mijn lichaam gewoon in het algemeen. Ik ben vaak naïef of een beetje impulsief. Dat maakt mij soms ook onzeker. Dat ik soms schrik heb dat ik het fout ga doen. De toekomst maakt mij heel onzeker. Want ik ben 28 en ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. Dat weet niemand natuurlijk. Ja, zo'n dingen maken mij zeker onzeker. Maar ik ga hier even stoppen met de vragen. Ik ga genieten van mijn bad. Ik ben ook aan het zweten trouwens van de hitte van het bad. En dan ga ik zelfs verder. Oké, ik ben ondertussen uit bad. Sorry trouwens, mijn schmink hangt echt overal. Want ik heb me nog niet ontschminkt in bad. Maar dat ga ik zelfs doen. Allee, mijn huid is er allemaal af, maar mijn ogen nog niet. Dus ik ga verder met de vragen die jullie hebben gesteld. Hoe herken je een paniekaanval? Wel, ik denk ook wel weer dat dat voor iedereen anders is. Maar bij mij is het zo dat ik merk wel sowieso als ik mij opjaag.
dan merk ik dat ik buikpijn begin te krijgen. Dat slaat op mijn maag en darmen. Dan gaat mijn ademhaling gewoon zwaarder worden. Mijn hart veel harder kloppen. Ik word duizelig in mijn hoofd, maar dat komt vooral dan omdat ik hard aan het ademen ben eigenlijk. Word ik duizelig in mijn hoofd. En dan, ja, meestal wat er bij mij gebeurt, is ik ben dan heel fel en in paniek. En ja, dan weet ik niet meer wat ik moet doen. En als ik niet ga liggen, dan val ik flauw. Dus zo herken ik dat. Ik herken dat vooral. Eerste ding bij mij is gewoon mijn buik. Ik merk gewoon aan mijn buik van, oké, ik voel me zenuwachtig en niet op mijn gemak. En dan weet ik gewoon, oei, als ik nu niet rustig word en op mijn adem ga letten, dan ga ik een paniekaanval krijgen. Wanneer was jouw eerste paniekaanval en hoe herken je dit? Hoe herken je dat? Heb ik dus net gezegd, maar zoals ik zeg, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar ik denk wel dat de hoofddingen zijn, je maag die niet goed wordt, hartkloppingen, hard ademen, een beetje hyperventileren en duizelig in het hoofd. En wanneer was mijn eerste paniekaanval? Mijn eerste kan ik niet meer echt zeggen, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel mijn ergste, en die vraag is er ook, wanneer dat voor mij mijn ergste paniekaanval was. En ik heb wel een paar erge paniekaanvallen gehad. De ergste was voor mij toen ik nog in het middelbaar zat. Ik denk dat ik in het zesde middelbaar zat. En dan ben ik flauw gevallen op een toneel of een theater. Dus ik voelde mij niet goed. Ik was in paniek. Er was veel te veel volk. Het was zo'n aula-achtig in Genk. Ik weet echt nog heel goed. Op de bus had ook trouwens iemand overgegeven. Waardoor ik al een beetje getriggerd was en een beetje in paniek was. Want die persoon kon niet uit de bus. Moest overgeven, gewoon in het midden van de bus. Maar die kon er niet uit, want die bus stopte niet. En dat was voor mij al zoiets van, och garme. Niet dat die aan het overgeven was, ik vond dat niet vies. Maar ik zou mijzelf heel slecht voelen in die situatie. En dan triggerde mij dat al een beetje. Dan hadden we toneel. En het toneel was nog niet lang bezig. En ik voelde me op mijn ongemak, er was heel veel volk. En ik was de hele tijd aan het denken, was ik me nu slecht voel? Was ik me nu slecht voel? Ik zat in het midden van de rij. Ik kon niet weg. Alle ogen waren op het podium gericht. En ik kon niet weg. En ik wist ook, als er hier nu iets gebeurt, dan gaat iedereen naar me kijken. Want het is hier muisstil. En zo begon ik te denken. Ik begon misselijk te worden. Mijn maag werd slecht. Mijn hart begon te kloppen. Ik kreeg het warm. Werd duizelig. En ik zei tegen mijn vriendin, ik moet naar buiten. Dus ik loop die rij door al die trappen af. En ik kom van voor aan dat soort van podium, was zo'n verhoogje. En ik voel dat ik ga flauw vallen. En ik val recht voor het podium flauw. En je bent wel flauw gevallen en bewusteloos. Maar je hoort wel nog dingen. En ik hoorde echt zo zeggen van, is er een dokter in de zaal? En ik hoorde iedereen lachen. En toen hebben ze mij naar buiten gedragen en ben ik naar huis gegaan en zo. Dus dat was wel voor mij een van mijn ergste. En de tweede ergste is denk ik in het vliegtuig. Ik ben denk ik al 3 of 4 keren flauw gevallen in het vliegtuig. Dus dan ben ik meestal eigenlijk aan het slapen, word ik wakker. Dan besef ik mij ineens van, what the fuck, er zijn keiveel mensen en iedereen is stil en slaapt. Meestal op lange vluchten. En dan begin ik mij op te jagen en dan denk ik, shit, zoveel mensen. En dan denk ik, oh nee, ik voel me niet goed. Dan loop ik naar het toilet en dan val ik flauw. Maar de stewardessen zijn wel altijd heel vriendelijk. Dus ik krijg altijd cola en chips en zo. En dan de derde keer wat ik heel erg vond, wat ik me herinner, is op een, ja geen festival, maar dat was zo'n soort van optredenke. Klein wel. En ik stond in het midden en ineens ook weer begon ik mij te focussen op hoeveel mensen daar waren. En dacht ik, ik kan niet weg. Als er iets gebeurt, ik kan niet weg. Als ik me slecht voel, als ik moet overgeven. Dus begon ik mij weer op te jagen. Hetzelfde. En toen ben ik daar flauw gevallen. Dat is great. Tof. Echt tof. Heb je ooit angst in de auto gehad? Ja. Als ik alcohol drink, veel alcohol drink, dan wordt mijn angst
veel sterker. En ik weet nog dat ik één keer een avond op stap was gegaan, de volgende dag echt een hangover had, mij heel slecht voelde. En ik moest toen 's ochtends vroeg iemand wegbrengen. En ik moest die wegbrengen naar zijn werk. En op de terugweg begon ik me zo slecht te voelen. En ik stond in de file. Allee, aan een rood licht, maar er was heel veel volk. Dus ik moest nog een paar keer stoppen sowieso. En ik begon me slecht te voelen en op te jagen. En ik dacht, fuck, ik zit hier vast. Ik zit hier vast. Ik voel me zo slecht. En toen dacht ik, ik ga flauw vallen. Dus gelukkig was ik al een beetje slim geweest, want ik voelde mij al niet heel goed en was ik aan de buitenkant sowieso al gaan rijden. Dus dan heb ik mij zo op een soort pechstrook kunnen zetten. En dan ben ik daar even tot mijn positieve gekomen, in een zakje geademd om rustiger te worden. En ja, wat ademtechnieken gedaan, dat werkt goed voor mij. Hoe oud was ik toen ik het constateerde? Dus eigenlijk rond mijn 15e begonnen, denk ik, toen ik op internaat ging. Ik had daar zelf voor gekozen, maar toen begon ik me heel slecht te voelen. We hebben met mijn arme ouders heel veel dokters afgelopen, want ik dacht dat ik iets aan mijn maag had. Ik had altijd buikpijn, ik was altijd misselijk. Dus ik heb maagonderzoeken gedaan, darmonderzoeken gedaan, schildklieronderzoeken gedaan, bloed laten trekken, best heel veel. Totdat ik denk op mijn 17 of 18, ik denk dat ik al 18 was, naar de homeopaat ging nog eens. Want ik ging vaak naar de homeopaat en naar de dokter. Allee, of naar de dokter. Maar dan de hele tijd altijd naar de dokter en het ziekenhuis voor die onderzoeken. Dan ben ik nog eens naar de homeopaat gegaan om te denken van misschien weet hij iets. En toen heeft die eigenlijk tegen mij gezegd, kan het zijn dat het gewoon tussen je twee oren zit en dat het in je hoofd zit en dat je een soort van angst hebt voor iets. En toen ben ik beginnen nadenken, beginnen opzoeken. En toen dacht ik, fuck, je hebt gelijk. Ik heb helemaal niks lichamelijk. Maar natuurlijk, als ik in paniek raak, voel ik me heel misselijk. Dus ik dacht dat ik iets had. En toen ben ik beginnen beseffen van, oké, dit is iets psychisch, mentaal en niet lichamelijk. Die klik maken voor mezelf was wel, denk ik, het moeilijkste. Omdat het is natuurlijk gemakkelijker als er iets geweest zou zijn. Stel, ik had een maagontsteking, waardoor dat heel tijd zou zijn. Oké, niet iets te erg, hè. Maar ik bedoel, als er iets was, zoals een maagontsteking of een maagzweer of zoiets, was veel gemakkelijker dan iets mentaal. En dan besefte ik ook wel direct dat dat moeilijker ging zijn om dat op te lossen. De volgende vraag is, ik voel me niet begrepen door mijn omgeving, want niemand herkent het. Hoe doe jij dat? Dat is iets waar ik ook wel mee heb gesukkeld. En ik denk nog dat er veel mensen niet begrijpen wat dat ik juist heb of hoe ik mij juist voel. Maar dat is oké, want die kunnen dat ook niet begrijpen, want ze voelen het vaak niet. Maar ik probeer het gewoon zo goed mogelijk uit te leggen. Goed te zeggen wat ze kunnen doen om mij te helpen. En als er mensen het echt niet begrijpen, als dat vrienden of zo van u zijn, dan is dat heel erg. Maar dan zou, allee, dan moet je gewoon iemand anders zoeken die wel een vertrouwenspersoon kan zijn, waar je dat wel bij kunt zeggen. En ik weet dat dat moeilijk is, want mensen snappen dat niet. Zoals je bijvoorbeeld, als iemand een depressie heeft en je hebt nooit een depressie gehad, begrijp je niet waarom die depressief kan zijn. En denk je nu zelf van, maar allee, je hebt toch niks om depressief voor te zijn of zo'n dingen. En dat is bij dit ook vaak. Ik zou vooral ook veel opzoeken. Stel dat je ouders je niet begrijpen, laat hun van alles lezen. Probeer hun echt te vertellen hoe je je voelt, want dat is echt heel belangrijk. En zeg ook van, kijk, ik ben hier heel serieus over. Ik voel dit en dit en dit. Ik heb dingen opgezocht hier. Lees, zo voel ik mij. Of schrijf het uit, schrijf het in een brief en laat het lezen. Maar ja, begrip is wel iets belangrijk, denk ik, voor mij persoonlijk. Dus probeer gewoon zo goed mogelijk te vertellen wat je voelt. Of laat een boek lezen of geef info of lees. Laat hun dingen lezen. Kijk, ik ga nog één vraag doen. Oh, de laatste vraag, super. Ik wou even zeggen dat ik het super vind dat je dit doet. Ik werk als stagiair psychologe bij het Angstencentrum. Ben ik trouwens ook een paar keer geweest. Het Angstencentrum in Maastricht ben ik geweest. Echt een
aanrader voor therapie. Ik heb al verschillende mensen met emetofobie een filmpje doorgestuurd van een paar jaar geleden. En dat helpt hen echt om zich minder alleen te voelen. Hier wil ik heel graag mee eindigen. Dank u wel ten eerste. Super lief. Ik doe mijn best. Het is niet gemakkelijk om hier vooruit te komen. Maar ik wil gewoon dat mensen weten dat ze niet alleen zijn. Wat voor psychische problemen ze ook hebben. Of iemand heeft. Iemand die dat videootje kijkt. Als je depressies hebt. Psychische problemen. Bipolair. Angsten. Maakt niet uit. Je bent echt niet alleen. En ik wil ook gewoon dat mensen weten dat ze altijd iets mogen vragen aan mij. Ik krijg zoveel vragen over dit onderwerp, omdat mensen niet altijd dat tegen iedereen durven zeggen of denken van ik ben belachelijk. Maar psychische problemen zijn niet belachelijk. Echt niet. Psychische problemen zijn geen taboe. En echt waar, je bent niet alleen. Vraag aan iemand. Vertel het aan een vriend, een vriendin, vertel het aan een ouder, vertel het aan een familielid, hoe je je voelt. En er zijn echt oplossingen voor, echt waar. Psychologen kunnen heel veel doen, heel veel helpen, raad ik echt aan. In het allerergste geval medicatie, als er geen andere oplossing is. Maar praat erover, echt waar. Niet voor schamen, geen taboe, alsjeblieft, je bent niet alleen. Dat vind ik wel echt het belangrijkste. Oké, hopelijk hebben jullie iets aan deze video gehad. Ik hoop dat ik hier weer een paar mensen mee kan helpen. Een paar mensen gerust kan stellen ofzo. Ik weet het niet. Hebben jullie nog vragen of zitten jullie met iets? Jullie mogen mij altijd op Instagram DM sturen. Ik zal misschien niet direct binnen het uur antwoorden of binnen de dag. Maar ik probeer wel altijd mijn berichtjes te beantwoorden. Zeker zo'n berichtjes. Dit is gewoon mijn verhaal, wat mij helpt. Misschien hebben jullie hier iets van kunnen opsteken of iets wat jullie kan helpen. Ik ben geen psycholoog, ik ben geen dokter, maar ik wil wel die vriendin zijn die naar jullie luistert. Alleszins, dank jullie wel om te kijken en tot snel. Love you.